Kijk, als je naar plantafstanden vraagt, bij ons staan ze heel dicht. Hoe dicht is hij? Is dat 2 meter? Binnen de rij is het 1,80 meter. Ja. Tussen de rijen in, wat eigenlijk heel veel te dicht is om vlot te zijn, maar wij hebben het echt gedaan om de collectie kwijt te kunnen. Dus. Ja. En de struiken staan ongeveer op 95 centimeter uit elkaar. Wij adviseren iets ruimer, 1,20 meter, 1,50 meter in struikvorm. Ja. En dan voldoende ruimte dat je ertussen kan. Je ziet ook, we hebben om het te steunen zetten om eigenlijk ze over de paden vallen. Ah, ja. Ondanks dat we ze strak snoeien, ze worden te hoog. Dus we zijn nu geleidelijk aan bepaalde hebben al zijn we bezig met te verjongen. Ja. Dus de beste struiken adviseer je tussen 1 meter en 1,20 meter. 1,20 meter voor trosbessen zeker 1,20 meter. Ja. Dat is eigenlijk een heel goede afstand. En de breedte, hoeveel moet je daarvoor voorzien? Wel, je ziet dat hangt een beetje af. Wij gaan uit dat ze eigenlijk ook de breedte halen van 1,20 meter. Ah, ja. Maar ze gaan hier breder, omdat we ze eigenlijk heel hoog laten worden. Dus 1,20 meter op 1,20 meter blok, ja. Eigenlijk, ja. Waar je kan oogsten aan beide kanten. Ja, klopt. En, dat is het idee. Ja. Anders moet je in haakvorm gaan, dat zal ik u zelfs tonen. Dus dan kun je smaller gaan en hoger. Ah ja. En gebruik je iets van ondersteuning voor deze ribessen? Wel, normaal gezien is het niet de bedoeling, maar omdat we eigenlijk, we snoeien hier een beetje apart van wat veel mensen gewoon zijn. Ja. Wij snoeien ze echt eigenlijk op snoer. Dus we houden een vaste stam aan die we zo lang mogelijk laten doorgaan. Dus je ziet, die is al meerdere jaren. Ja. En van onder wordt die uiteindelijk kaal. En op dat moment, als we dat zien, dan gaan we takken eigenlijk gewoon wegnemen in de winter. En dan vanuit de nieuwe grond scheuten, dan eigenlijk een nieuwe plant opkweken. En dat doen we in fase om eigenlijk continu productie te hebben. Dat snap ik niet zo goed. Kan je dat nog een beetje uitleggen? Ja. Dus eigenlijk, je ziet die oude stengels staan. Ja, en dan die zie is wel heel oud, hè? Ja, en dan zie je dat er nieuwe grondscheuten komen. Dus eigenlijk de bedoeling is van deze op termijn te vervangen. Mm-hmm. Dus eigenlijk die weg te knippen, omdat die helemaal naar buiten valt. En dan eigenlijk dit gaan te promoveren naar een nieuwe tak. Oké, dus eigenlijk een wisselsysteem. Een wisselsysteem. En hoe lang zie je ook al leven? Wel, we hebben er staan die 30 jaar oud zijn. Ah, ja, dat is okay. En die dragen nog perfect. Ja. Dus ze kunnen heel lang meegaan. Dus leeftijd hangt een beetje af wat je wil. Ja. Maar heel vaak wordt er continu verjongd, maar dan krijg je een bos dat je gewoon door het boom het bos mee ziet om het te misbruiken, maar dan is het zo. Dus onze bedoeling is eigenlijk van die jonge takken dan te promoveren naar een nieuwe snoer. Dus en dat vraagt dan een, ja, dan heb je daar op dat jaar dat stuk gewoon geen productie. Ja. Maar dus in principe hoef je geen ondersteuning te hebben voor ribes? Nee, die kan op zich stevig genoeg staan als je hem niet te hoog laat uitgroeien. Ja. En niet te hoog laten uitgroeien, dat wil zeggen dat je hem toch zeker... Ja, dat je bijvoorbeeld hier zou wegknippen, dan blijft hij stevig genoeg staan. Maar ja, we hebben hem kaal laten worden door de leeftijd. Ja. We hebben het weggesnoeid om eigenlijk door te kunnen. Dat hadden we eigenlijk niet mogen doen. Dat is ook... Nee? Nee. Nou, dat mag je niet doen. Wel, dat mag je wel doen, maar dan moet je rekening mee houden dat je, zoals hier, een kaal stuk krijgt. Wij vinden dat gewoon handig om eronder te werken, compost te leggen, hakselhout. Ja. Dus ja, je ziet ook dat we de aardbeien eronder laten groeien. Ja. Dat is een bewuste keuze. We zijn eigenlijk heel lang op zoek geweest naar een goede bodembedekker. Mm-hmm. En voor ons een goede bodembedekker, dat is voldoende groen, dus hoog, blad dat vrij hoog komt. Ja. Eentje die liefst nog vruchten geeft, bloemen en vruchten, dus aardbeien doen dat. Ja. En die er tegen kan dat je erover loopt. Ja. Dus die regenereert, wij lopen erover. En we hebben hier nu gezien, paadjes van de open deurdag, mensen lopen daar ongeveer altijd op dezelfde plekken terug. Mm-hmm. En dan komen er nieuwe grondscheuten uit. En in de winter verdwijnt het blad. En als je dan hakselhout legt, een aantal centimeter, of compost, dan groeit die gewoon terug door. Ja. Dus dat is eigenlijk de eigenschap van een goede bodembedekker bij ons. Ja. We hebben met allerlei planten geëxperimenteerd en uiteindelijk komen we naar bosaardbeien of aardbeienrassen die heel sterk hoekeren. Oké, tof. En welke aardbeienrassen, heb je bepaalde cultivars die jouw favorieten zijn? Wel, hier staat vooral Miese Schindler in, dus de frambozenaardbei. Ja. Dat is niet de mooiste aardbei, maar dat is een enorme woekeraar. Dus dat is een oud Duits ras. Okay. Dat zetten we daaronder. Maar wij hebben ook met andere dingen, andere zaken gaan ook. Dus, maar we werken graag mee, ja. Ja. Wat oudere dingen die robuust zijn, want wij zitten hier op kleigrond, dus die liefst niet te rap. En we hebben al gemerkt dat bijvoorbeeld moderne rassen vaak te ziektegevoelig zijn voor gewoon continu in de tuin te laten. Ja. Omdat we niet verjongen. Hè. We laten een plant staan,
als ze niet doodgaat, blijft ze staan totdat ze sterft. Dus, ja. En buiten die Miese Schindler zijn er nog, dat je zegt? Ja, van, er zijn er een heleboel. Eigenlijk kan elk ras ervoor in Amerika komen als het maar veel uitlopers maakt. Ja. He, dus je hebt die witte aardbei, wat eigenlijk een albino is van de Miese Schindler. Hoe heet die witte aardbei? Wel, dat is Anna Blanca. Dus dat is eigenlijk een albino vorm van de Miese Schindler van oorsprong. Dat is dan ook, hey, ondertussen zijn er ook andere nieuwere kruising van witte aardbeien, maar ja, dat is eigenlijk de oorsprong. Oké, okay. Nee, fantastisch. En dat zijn gewoon plantjes die je koopt en gewoon hier en daar. Ja, we hebben er hier oorspronkelijk 2 keer 2 geplant. 2 witte en 2 Miese Schindler. Over heel de... Op 6 jaar tijd staan ze tot, hebben ze dat helemaal ingepalmd. En dan hoek er hier gewoon overal. Ja. Fantastisch. Dus ja, dat is eigenlijk een ideaal voedselbossysteem. En je kunt ze nog plukken. Wij plukken ze ook. Ik zeg het, ze zijn vaak wat minder mooi van vorm. Maar de mooie die plukken we dan voor te eten. En de minder mooie die verwerken we dan naar iets, compot of andere dingen. Ja. Of een coulis of weet ik veel wat. Want het is tof dat je die verschillende gelaagdheden hebt. Hè? Wel, dat zoeken we altijd naar. En zo gebruik je de bodem, niet alleen de struiken en de bomen, maar ook de kruidlaag kun je nog gebruiken. Ondanks dat het heel dicht staat, groeien ze toch fantastisch. Ja, niet, is dat. En dus qua afstand 1,20 meter op 1,20 meter, als je commercieel wil telen? Hangt een beetje af van de techniek die je gebruikt. Maar vaak gaan zij op 1 meter ook 1,20 meter planten in struikvorm, maar er wordt meer en meer in haagvorm gekweekt. Ah ja. En de tussenafstand van de rijen, dan gaan ze kijken dat ze vlot tussendoor kunnen. Dat is 2 meter minimum waarschijnlijk. Meestal al op 3 meter moet aan zitten. 3 meter. Om met een toestel tussendoor te kunnen. Je hebt de zijtakken, dus je moet rekenen als je de rij tussen 2 rijen 3 meter rekent. Als de planten al 50, 70 centimeter... Dan heb je 2 meter. Ja, dan heb je al dat. Ja, en dan kan je nog met een tractor of met een kleine tractor tussendoor. Of met een auto. Ja. Eventueel. Ja. Als je maar een auto hebt en geen tractor hebt, dan... Ja, maar fruittelers hebben vaak van die mini, die smalle, smalspoortractoren. Dus. Oké, okay, merci. Alsjeblieft.